Hallo. Welkom allemaal. Ik ben echt super happy dat er echt meer dan 3 mensen hier zitten. Ik zei nog tegen Laura, jij gaat vooraan zitten. Want daar kan ik niet. In het ergste geval kom ik gewoon hier op de stoel zitten. Dan gaan wij verder kletsen. Nou, ik had niet verwacht dat er zo'n opkomst zou zijn. Want het woord WordPress zal nauwelijks in mijn talk genoemd worden. Nou, nu dus. Weet je, dus dat. Maar blijkbaar speelt het thema rondom dumbasses wel meerdere mensen aan. Want ik denk dat iedereen wel een onderwerp in zijn leven heeft waar hij zich een totale dumbass in voelt. En je voelt hem al aankomen. Voor mij is dat, of was dat, hoe blijf ik in leven? Weet je, dus dat. Vandaar dat ik mijn talk heb genoemd. Business survival skills for dumbasses like me. Of zoals ik. Goed, maar er is hoop. Tada, deze, behalve de pointer, die heeft ook het loodje gelegd. Nou, bij deze, welkom bij mijn lightning talk. En ik hoop dat jullie het ook uitzitten tot, officieel is om 1 uur de lunch. Maar het kan zijn dat we 5 minuten uitlopen. Dus dan, jullie zullen in ieder geval niet vandaag hier verhongeren. Dat niet. Goed, deze doet het niet. Maar waarom dan? Ja, waarom... Begint hiermee. Een ezel stoot zich niet 2 maal aan dezelfde steen. Wie is het daarmee eens? Nee. Daarom zitten jullie hier natuurlijk ook. Hè? Helemaal goed. Nou, ik dus wel. Ik heb er een slechte gewoonte van gemaakt om die steen bijna afgesleten te laten zijn. Dus je zult van mij niet alleen maar succesverhalen horen. Ik ben heel erg goed in het delen van mijn mislukkingen, mijn failures, alles wat maar... Bijna als iets kapot gaat, dan sta ik ernaast. Dus ik heb namelijk een dodelijke combinatie. Ik ben vreselijk onnozel. En daarnaast beschik ik over een grenzeloze nieuwsgierigheid. Dat is op zich niet erg, zou je denken. Maar wanneer je dat combineert met een liefde voor een gebied als Alaska, dan begrijp je dat dat niet altijd goed af kan lopen. In Alaska, ik ga ervan uit dat jullie allemaal weten waar dat ligt. Dat is dat puntje van de Verenigde Staten wat nooit op de kaart staat, weet je wel. Waar wat bekend staat om, wat is het, Inuits, ijsberen, grenzeloze vlaktes, noem maar op. En mensen die niet meer terugkomen. Jaarlijks, geloof het of niet, verdwijnen er 2000 mensen daar. Dat is niet voor te stellen. Ik bedoel, het zijn niet allemaal mensen die... bijvoorbeeld naar de Lower 48 verhuizen. Maar het zijn gewoon echt mensen die in die wildernis verdwijnen. En ja, of gedeeltelijk teruggevonden worden, of gewoon waar nooit meer iets van gehoord wordt. Nou, even een vraagje. Kennisvraag. Wat neem je zeker mee als je gaat fietsen door grizzlygebied? Even wat antwoorden. Wat neem je mee? Bearspray. Nog meer? Bear horn. Bear horn, ja, helemaal goed. Dan een belletje, dat is een lief belletje, weet je wel, zo'n tickle me. Ja. Wat neem je nog meer mee? Je gaat fietsen, hè? Op je cheap ass beach cruiser. Bedoel, dit is niet zo'n snel ding, er zaten geen versnellingen ook nog eens op. Juist. Nou ja, en je komt om de paar meter dit soort tracks tegen. Grizzly sporen, nou ja, dit is het restant van een maaltijd. En aan de bomen zie je dat bruintje heeft lekker zitten klauwen aan de bomen. Nou, dan neem je dus inderdaad, als belangrijkste neem je die bearspray mee. Dat is een soort pepperspray waarmee je een grote beer in ieder geval wat kunt bedreigen. Weet je, het is niet een garantie dat hij bij je wegblijft, maar hij zegt wel, oké. Verder inderdaad, je reparatiesetje. En in ieder geval zorg je dat je voldoende eten hebt voor als je kip een lekker band krijgt, weet ik het, dat je in ieder geval niet staat uit te hongeren daar. Nou, jullie hebben het al door. Dit is een beschrijving van de fietstocht die we door het backcountry van Alaska hebben gedaan. Al deze spullen lagen veilig opgeborgen in de cabin. Allemaal vergeten. Dat was echt allemaal zo ontzettend stom. En dit was een dood eng. Als je opeens die beachcruiser
die begaf het onderweg. Echt niet meer te repareren. En dan sta je daar met wilde bosjes links en rechts. En overal die sporen dat die grizzlies daar rondlopen. Je ruikt ze ook. Wie heeft er ooit beren geroken? Het is geen pretje. Ze ruiken gewoon echt rot. Dus dan word je wel bang. Dus de tocht van 6 uur lopend met een kapotte fiets weer richting die cabin. Dat was echt een nachtmerrie. En er is een jongen die het niet meer heeft kunnen navertellen. Die jongen hebben we nog zien lopen op datzelfde pad wat wij gefietst hebben. Die is weken daarna is die dood teruggevonden. Dus die heeft, en dat was een ervaren wildernis guide. Dus dat was heel, heel naar. Goed, ik zei het al, de ezel stoot zich niet 2 keer aan dezelfde steen. In diezelfde vakantie was de vraag, laten we lekker een backcountry vlucht nemen naar de Fosse. Nou, dat is voor wie kent hier Wrangell St. Elias in Alaska? Het grootste nationale park, waar geloof ik maar 40 mensen wonen. De piloot zei al, er is niemand, hè? Helemaal niemand. Je bent daar helemaal in je uppie. Je bent daar heel erg alleen. Dus wat neem je mee als je met zo'n vliegtuig gedropt gaat worden in een gebied waar niemand is, waar het 's nachts ver onder nul de temperatuur gaat dalen? Wat neem je dan mee? En vooral als de piloot ook nog eens even zegt, ja, als het mist, zie je me vanavond niet. Wat neem je mee? Voldoende, ja, tuurlijk. Voldoende eten. Wat nog meer? Warme truien. Warme truien, ja. Nou, daar komen ze weer. Die bearspray, daar is die weer. Want ja, je weet maar nooit wanneer die weer opduikt. Warme kleren. Een setje om vuur te maken. Weet je, dat je het in ieder geval warm kan krijgen. En inderdaad, genoeg eten. Nou, die bearspray was nu mee. De rest niet. Dochter had een t-shirtje en er zat nog maar 1 mars in de tas. En die piloot kwam niet. En de temperaturen gingen inderdaad onder nul. En dat is een hel. En je hebt geen vuur, helemaal niks. Dat is janken, dat is echt, echt janken. Dat is heel naar, want er zijn verhalen van mensen die zo 4-5 dagen hebben moeten zitten wachten op een vliegtuig. Nou, en echt ingenieus was ik niet. Weet je, waren we überhaupt niet. Dus dat was een hele nare ervaring. Hij stoot zich geen 2 maal. Nee, ik veel meer. Dus jullie voelen me aankomen. De behoefte om dit aan te passen. Nou, die urgentie was wel behoorlijk hoog. En het gekke is, hoe kan ik met mijn genenpool en mijn geschiedenis zoiets laten gebeuren? Want ik geef jullie even een blikje in de keuken van hoe dat er bij mij vroeger aan toe ging. Toen ik klein was, hebben mijn pa en ma een stuk grond in de opwelling, een stuk grond in de Rimboe van Australië gekocht. Want pa had besloten, ik ga opalen zoeken. Ma met 2 kleine kindjes mee. Er was geen water, geen sanitair. We woonden in een soort tarp, een soort tent. En de dieren om ons heen waren dingo's en slangen. Nou, mijn ma scheet toen peuken. Maar nu beschrijft ze het als de beste tijd ooit. Kijk, hier is een voorbeeld. Dit was ik. Hier zit ik op mijn stoeltje met de kangeroes. En dit was ons huis. Weet je, dat was zo'n... dit was de tarp waar ik in opgegroeid ben. Nou, na de scheiding van mijn ouders besloot mijn vader van nou, het roer moet helemaal om. En die ging echt totaal extreem. Hij woonde in grotten. En hij bouwde een niet zeewaardige boot. En in zijn uppie heeft hij 17 jaar zo de wereld rond gedobberd. Weet je, dus dat was nou niet bepaald het prototype vader. Maar goed, het was een leven als in een jongensboek. En echt survival to the max. Nou, dat was hem. Een soort piepiraten. Ja, dit is nog een van zijn meest flatterende foto's. Pirate of the Caribbean. Hier zat hij in zijn grot. Let op detail, mooi gehaakt dekentje. Weet je, toch ook voor design. En hier zie je hem met zijn prowlcat, met die zelfgebouwde katamaran, zie je hem op zee. Nou, het was dus een tikkie anders dan wat jullie misschien gewend zijn van een vader.
Even voor de duidelijkheid, dit is mijn vader, dit is niet mijn vader. Ik hoop niet dat ik nu een breach of the code of conduct hier krijg. Maar dit is hem wel, weet je, dus dit was niet echt een doorsnee. Ik wil een klein stukje voorlezen over wat deze man, is een artikel wat ooit in de Panorama over hem verschenen is. Om even aan te geven hoe hij met survival omging. 17 jaar op zee, weet je, dus dat, bang ben ik in die jaren nauwelijks geweest. Slechts één keer heb ik 7 kleuren gescheten. Dat was tijdens de overtocht van Panama naar Hawaii. Ik werd ineens wakker toen er een gigantische olietanker op me af kwam varen. Mijn hart sloeg werkelijk over en ik werd bijna overvaren. Probleem was dat ik niet kon vluchten, want mijn boot had geen motor. En bovendien was het windstil. En mijn afgedankte surfplank, die ik als reddingsvlot had meegenomen, daar dacht ik op dat moment niet aan. Uiteindelijk had ik mazzel en hoewel ik werd opgezogen, schoot de tanker rakelings langs me heen. Ik denk dat de kapitein mij niet gezien had. Toch, die tocht zal me nog lang heugen, want vanwege de hevige tegenwind en omdat mijn mast gebroken was, duurde de reis maanden langer dan ik gepland had. Zelfs zo lang dat ik op den duur geen eten en drinken meer had. Toen raakte ik wel in paniek. Wat doe je dan? En dan word je inventief. Ik heb me toen maanden in leven kunnen houden met een mengsel van urine en zeewater en met uitgeknepen vissenkoppen. Dorado's. Een soort tonijnen hebben mijn leven gered. En toen ik bijna van de honger omkwam, doken ze met z'n 50 rond mijn bootje op. En met mijn speer kon ik er zo een paar vangen en heb ik Hawaii kunnen bereiken. Sindsdien was hij ervan overtuigd dat er meer was tussen hemel en aarde. En dat hij ook door zijn inventiviteit in leven heeft kunnen blijven. Nou, voor mij, na die desastreuze vakantie, besefte ik ook het roer moet om. Dus het is tijd dat die dumme eens een keer die deur uitgetrapt wordt. Dat het tijd wordt dat ik wat common sense ga ontwikkelen. Dus wat heb ik sindsdien gedaan? Dat is tijdens dat ik ook mijn bedrijf Weblish runde. Ik heb diverse bushcraft trainingen gedaan. Ik weet niet of mensen die term kennen, bushcraft. Dat je met de middelen die de natuur biedt, dat jij daarmee kunt overleven. Ik heb een 8 maanden lange survival training gedaan. Waarbij, dat is hartstikke leuk. En nu volg ik een wildernisopleiding. En vanaf september ga ik weer naar school, want dan wil ik praktijkopleider bushcraft worden. Dus er komt wat verandering in. Ik heb van alles geleerd. Vuur maken, onderdak, zorgen dat je overal onderdak kunt maken, water filteren, noem maar op, verzamelen, jagen, voedsel verzamelen in het wild, wat er beschikbaar is. Ik kan nu een stuk beter navigeren dan vroeger. Laura, hij weet hoe dat nu nog is. Nou, vroeger was het 10 keer erger. En ik ben overal wel op het ergste voorbereid. Het belangrijkste wat ik mee wil geven is de skill van de mindset. Ik weet niet of jullie daar iets in herkennen. Je kunt wel leuke tips of leuke tricks leren. Maar als je gedachten niet meewerken of niet positief zijn ingesteld, ga je het nooit redden. Mindset, en vooral een positieve mindset, dat is echt werkelijk de allerbelangrijkste skill die je kunt leren. Hoe leg ik hier nu dat lijntje naar je bedrijf? Want je hoort me allemaal verhalen vertellen. In survival maken we gebruik van de zogenaamde stopmethode. Sit down, think, observe en plan. Dat geldt voor je bedrijf idem. Wat ik heel vaak meemaak is dat mensen als een kip zonder kop, nog 1 minuut, dingen gaan doen en daardoor verkeerde beslissingen nemen. Ook in je bedrijf heeft het dus nut om eerst even jezelf te hergroeperen. Even rustig te zitten, even na te denken. Wat gebeurt er hier precies? Herkennen mensen dat ze gewoon in paniek soms gaan handelen? Of paniek gewoon, of je laat je overrompelen door een klant. Dus dat je tot een beslissing gedwongen wordt. Dus deze opzet, deze gedachte kun je ook gewoon heel goed in je eigen bedrijf toepassen. Nou, heel belangrijk is dat je positief, geïnspireerd blijft. En dat
Mensen die een positieve mindset hebben, die overleven het veel vaker in survival situaties, maar ook zakelijk. Want ben je een pessimist? Ja, dan je ziet dat het vaak een self-fulfilling prophecy wordt. Het gaat er ook vaak niet goed komen. Maar optimisme moet wel realistisch zijn. Je moet niet een blaaskaak worden. Het moet wel ergens op slaan. Ik zal er wat sneller doorheen gaan. Rustig blijven. Dus niet, wat ik al zei, in paniek gaan handelen. Snel dingen ondoordacht doen. Luie mensen gaan het in survival situaties niet redden. Gewoon omdat je ook die positieve werkhouding zorgt ervoor dat je in beweging blijft. Constant jezelf blijft voeden. Dus ook in je werk loopt de kantjes er niet vanaf. Maar ik geloof niet dat hier mensen zitten die dat doen. Ik bedoel, dit zijn vooral denk ik zelfstandig ondernemers. Heb ik het verkeerd? Ja, ik zie er wel wat mensen van agencies inderdaad ook tussen zitten. En probeer voor regelmaat in je activiteiten te zorgen. Ook in je bedrijf heeft het nut om doelen te stellen. Net zoals in survival situaties. Waarbij je met korte, midden en lange termijn doelen werkt. Ja, in de survival situatie kan een korte termijn doel zijn. Hoe overleef ik die komende 5 minuten? Een heel dreigende situatie. En een lange termijn doel kan al zijn. Hoe kom ik die nacht door? Dus dat is al. Dus stel jezelf de vraag. Wat zijn mijn doelen? En dit is mijn laatste closing opmerkingen. Neem zelf verantwoordelijkheid. Schuif de schuld niet op een ander af. Heb je een keer een rot klant? Nou pech. Jij moet ermee dealen. En geen smoesjes meer dus. En geef nooit op. Weet je, dat is echt, ook als starter, je moet bewust zijn dat je tot het einde wil gaan met je bedrijf. En niet half-half. Dit is geloof in jezelf, maar blijf nuchter. Word geen blaaskaak. Blijf realistisch. Nou, uitnodiging voor wie ooit een keer naar Alaska wil komen. Ik zit daar iedere zomer 10 weken. Dan werk ik, zit ik, reis ik rond. Kom gerust langs. De Alaska White Bear en de huismoes, die staan klaar. Dus mail me als je een keer die kant op komt. Ik zou het heel tof vinden om je de buurt te laten zien op een veilige manier. Dank jullie wel.